Goeiedag iedereen op deze 21 december 2022. Hier volgt even de ervaring van de Gentse straat met een wandeling. Het is momenteel al even na 9 uur. Hier heb je dus de Twieg agentschap. En dan hier de vernieuwing. Zie je ook een elektrische mogelijkheid om de straat elektrisch af te sluiten. Dat is wel goed natuurlijk als er evenementen zijn of eventueel voor het drukke winkelbezoek in het weekend. Hier de Zeeman, dan ook de aansluitende winkels, de Hema, Kruidvat, verschillende kledingwinkels ook. Ja, de leveringen moeten ook gebeuren. Ik zeg meestal in de ochtend zie je ook wel wat vrachtwagens hier. De Primera. Ja, je mag ook fietsen in beide richtingen. Dat is ook wel handig nu. Boekhandel Remortel, ook een mooie deco. Hier ook de Ethos. Ja, een winkelstraat filmen op de mooie momenten is natuurlijk wel in het weekend. Dat is wel een feit ook. Maar dat is even een moment door de weeks. Aankomst Grote Markt. En dan aansluiting hier met de Steenstraat.
Apotheek Hulst. Ja, die zal binnenkort zijn deuren definitief sluiten. En dat wordt apotheker Reinaert. Dus dat is het Hulst door de weeks, de ochtend. Je hebt dan natuurlijk wel de toeristische momenten later op de dag en vooral in het weekend. Hè. Hier de voormalige locatie van de Koning van Engeland pop-up. Staat ook nog aangeduid daar. Ik zie ook opnieuw, als ik dan even niet met de fiets ben, dat het Hulstbusstation veel te ver is. Het is ook overduidelijk. Ik zeg, alles is te doen aan het winkelcentrum Stationsplein en dan ook ja, aansluiting met de Hensestraat en zo, maar niet aan de andere kant hier. Zo, de locatie van de bibliotheek aan de linkerkant. Daar rechts de bierkaai. En dus de bioscoop Koning van Engeland. Zo, ik zie hier al opnieuw wat sporen van de Koning van Engeland. Zo, beste mensen, hier iets interessants. De Koning van Engeland. Ja, waarschijnlijk een bevestigingspaneel. Ik dacht het al, wat ik zeg, waar blijft het? Hé? Er is geen markering. Hier ook een spookbusgehalte, alleen een halte voor de buurbus, maar die rijdt niet naar de woonlocaties.